27 februari 2020 krijgt de toenmalige minister Bruno Bruins een bericht. Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan. Precies één jaar later, 27 februari 2021, worden in de gemeente Zundert een beperkt aantal burgers uitgenodigd om zich te laten vaccineren tegen het virus. Heeft u getwijfeld om zich te laten vaccineren? Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet. U heeft er vertrouwen in? Jazeker, ja. Nee, nooit. Helemaal niet. Ik denk dat het wel belangrijk is dat iedereen dat doet. Van begin af aan? Ja, begin af aan. Ik heb helemaal geen twijfel gehad. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om ruim 1 miljoen mensen, variërend van 60 tot en met 64 jaar, en mensen met een hoog risico op een ernstige vorm van COVID-19, versneld te vaccineren met AstraZeneca. Het aantal beschikbare vaccins van AstraZeneca is echter beperkt. We hebben ongeveer 600 mensen uitgenodigd uit twee geboortejaren, 1956-57, en nog een paar mensen met overgewicht en mensen met het syndroom van Down. Volgens opdracht van het ministerie. Mensen werden ontvangen bij de voordeur. Nadat ze hun handen gedesinfecteerd hadden, werd gekeken of ze terecht hier waren, of ze een geldige oproepkaart hadden. Vervolgens werden ze doorgestuurd naar de volgende post waar een gezondheidsvragenlijst werd afgenomen. En als ze daar geen bijzonderheden uitkwamen, dan werden ze doorgestuurd naar de prikpost waar ze een prikje kregen. En een vaccinatiebewijs en een nazorgbrief waarin stond wat voor reacties ze zouden kunnen verwachten. En de tijd waarop ze moesten wachten voordat ze weer weg mochten. Want ze moesten dat kwartier wachten. Ja, dat is best een logistieke uitdaging, omdat we natuurlijk in de 1,5 meter samenleving zitten. Dat is één. We moeten meer ruimte hebben om mensen uit elkaar te laten wachten. Daarnaast moesten we mensen 15 minuten in observatie houden nadat de prik gezet werd. Dus waar wij normaal 600 mensen in 2 uur tijd vaccineren, dan staan ze natuurlijk heel kort op elkaar in een griepperiode. Dat kon nu niet. Vandaar dat we deze grote ruimte nodig hadden. Wij wisten sinds januari natuurlijk dat dit eraan zat te komen. Maar we wisten pas 12 februari dat we de vaccins afgelopen week binnen zouden krijgen. En dat we deze zaterdag dus dit zouden kunnen gaan doen. Dus dat was kort, minder dan 2 weken. Ja. Omdat we eigenlijk 3 verschillende praktijken hebben in Zundert, hebben we ook 3 verschillende batchnummers van vaccins gekregen. Dus de registratie, dat we precies weten welke patiënt welk batchnummer heeft toegediend gekregen, dat zijn wel dingen waar we extra op hebben moeten letten. We zijn vanochtend om 8 uur begonnen op het centrum bij ons om alle spullen die we de afgelopen week verzameld hadden in de auto's te laden en hier in de sporthal weer uit te stallen, alle werkstations in te richten. En vanaf 8:50 zo'n beetje, toen de mensen begonnen toe te stromen, zijn we toch maar iets vroeger begonnen dan 9 uur. Maar dat ging prima. Weet je nog van de groep van 3 uur? Nee, 3:15. We hadden in ons plan onder andere zo bedacht dat we 3 kwartier lang mensen zouden uitnodigen en het 4e kwartier van het uur niemand. Omdat we dan uitloop zouden hebben voor het geval het te druk zou worden. En om zelf even een pauze te hebben om een kopje koffie te drinken of toilet te bezoeken. Dat liep eigenlijk ook perfect. Dat paste precies. 3:15. De laatste zijn gevaccineerd. U kijkt, als u terugkijkt. Ja, ik ben heel tevreden over hoe het gegaan is. We hebben ongeveer 560 vaccins weggespoten. Dus iets minder dan de oproep. Dat is gebruikelijk. Hè. Niet iedereen komt. Sommige mensen hebben elders al een prik gehad. Andere mensen willen niet. Andere mensen kunnen misschien niet. Maar ik denk dus, ik ben tevreden met de opkomst. Ik ben meer dan tevreden met de uitvoering. En ik ben heel, heel tevreden. Heel trots op mijn medewerkers. Ja, wat me opviel vandaag, dat er ontzettend veel medewerkers waren. Nou, ook onze medewerkers leven natuurlijk al een jaar onder coronamaatregelen en zijn graag bereid om een vrije zaterdag op te offeren om hier zo snel mogelijk met z'n allen vandaan te gaan. Bewonderenswaardig. Nou, dat zijn mensen met hart voor de zaak en hart voor de zorg. Heel goed geregeld en heel netjes en efficiënt opgezet, heel ruimtelijk en geeft gewoon een veilig gevoel om hier naar binnen te komen, injectie te nemen. Prima, goed geregeld, heel overzichtelijk en goed geregeld. Ja, maar goed, we hebben goed ontvangen, dus goed geregeld denk ik, ja. Nee, het is prima zo. Je komt binnen en je wordt gelijk doorverwezen en van het een naar het volgende en voor je het weet heb je je prik te pakken.
Kunt u uitleggen waarom mensen geen keuze konden maken voor het vaccin? Dat is nogal een ingewikkeld verhaal. Het heeft ermee te maken dat de Gezondheidsraad heeft geadviseerd aan de regering om de mRNA-vaccins, dat zijn de vaccins van BioNTech, Pfizer en Moderna, om die te reserveren voor de oudere mensen, omdat dit vaccin wat we vandaag gebruikt hebben, het AstraZeneca-vaccin, misschien iets minder beschermend zou zijn voor die categorie. Dus de regering heeft bepaald dat dit vaccin geschikt is voor mensen tot 65 jaar. En heeft ons als huisartsen gevraagd om dat te gaan toedienen. Kunt u toelichten waarom verschillende oudere mensen van 80 plus gevaccineerd worden in Bergen-op-Zoom of Tilburg en de toch relatief jongere 60-plussers in de gemeente Zundert? Ja, dat heeft dus met het type vaccin te maken. Die mRNA-vaccins van Pfizer en van Moderna, dat zijn vaccins die nogal bijzondere bewaarcondities hebben. Die moeten bewaard worden onder min 80. Nou, zo'n vriezer heb ik niet waar dat in kan. Die zijn ook kort houdbaar. Nadat zo'n vaccin uit de vriezer is gehaald, moet die snel toegediend worden. En ze zijn het meest immunogeen, dus ze geven de beste immuunrespons. Daarom heeft de regering gezegd, we gaan dat centraal organiseren vanuit ziekenhuizen en GGD'en, die wel die technische spullen hebben om dat te kunnen doen. En het vaccin wat simpeler in het gebruik is, wat in de gewone koelkast bewaard kan worden, dat hebben we beschikbaar gesteld aan de huisartsen. Dat zijn het type vaccins waarmee wij ook kunnen werken, bijvoorbeeld in de griepvaccinatie. U krijgt bij het vaccinatiekaartje mee, mag u thuis uw naam en geboortedatum invullen en graag ook de tweede datum weer terugnemen, zodat we de tweede vaccin ook kunnen lezen. We hebben nu de toezegging gekregen voor wat die waard is, dat we voor 15 mei de nieuwe batches vaccin geleverd gaan krijgen. Dus de mensen die vandaag geweest zijn, hebben nu ook alvast de uitnodiging gekregen voor 15 mei. Mocht die levering op 15 mei niet doorkomen, voor 15 mei, dan zit er nog wel een beetje rek in. Het is niet zo dat het vaccin een tweede prik na 15 mei geen effect meer zou hebben. Ik heb het niet precies uitgerekend, maar ik denk dat 15 mei 11 weken vanaf nu is. En het advies is om binnen 12 weken te vaccineren. Dus 1 week rek hebben we sowieso. Maar ook als het 13 weken zou worden, dan is het echt nog wel een effectief vaccin. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Wanneer denkt u dat we eindelijk verlost zullen zijn van dat vieren? Iedereen hoopt natuurlijk zo snel mogelijk, maar ik hoop van de zomer toch dat we met z'n allen iets meer kunnen doen. Ja, dan denk ik dat we wel... Hoop ik dat het in de zomer allemaal weer kan. In het laatste half jaar, ergens. Hopen we. En als u daar een maand aan zou koppelen, wanneer hoopt u? September. De tweede helft van de zomer schat ik zo'n beetje in. Als de vaccinaties een beetje los blijven komen tenminste, dan... Denk ik toch wel dat we vanaf augustus echt wel wat meer ruimte hebben. Helaas dat ik moet zeggen dat we daar nooit meer van afkomen. Dat vaccin, dat virus dat leeft onder mensen, dat verandert een beetje, dat blijft mensen besmetten. Dus ik denk dat we er in zoverre van afkomen dat de maatschappij wel weer open kan als mensen nu allemaal gevaccineerd zijn. Maar ik hou er wel rekening mee dat we dit jaarlijks moeten gaan doen. Dat we elk jaar opnieuw een nieuwe variant van het virus gaan krijgen waar we voor gaan vaccineren. Maar dan zijn we er veel sneller bij. En mensen krijgen van dit vaccin ook al wel een soort basisimmuniteit, waardoor ze al wel enigszins beschermd zijn, ook tegen nieuwe varianten. Maar dat we in de toekomst jaarlijkse coronavaccinaties gaan krijgen, net zoals we griepvaccinaties jaarlijks doen, daar ben ik bijna zeker van.